mensen, mijn naam is Cassiop en welkom terug bij eindelijk een nieuwe Q&A. De video's waar jullie mij vragen en opdrachten kunnen stellen. Dus ik zou zeggen, waar wachten we nog op? Ik heb zin om jullie vragen te beantwoorden. Heb je ooit eens je piemel laten likken door je hondjes? Wat voor vragen stellen jullie? Op naar de volgende. Ooit al een relatie gehad met een wortel? Wat de hel is dat vandaag met die comments? Wat zou je doen als er een vagina op je gezicht groeide? Maar mannetjes, kunnen jullie gewoon even normale vragen stellen, alsjeblieft? Loop tegen een muur. Wel kijk, zo moeilijk is het toch niet om een normale comment neer te zetten? Wel, dat is een lastige, maar ik denk van... Wie is uw kapper? Ik heb geen kapper. Heb je advies voor beginnende YouTubers? Wel, stop voordat het te laat is. Hoe heb je eerst je geld verdiend? Wel, dat was een vrij donkere en duistere periode in mijn leven en... Daar wil ik het eerlijk gezegd niet over hebben. Eet een citroen met vel in 1 minuut. Alright, here we go. What the fuck, man? Dit is niet te doen. Het probleem is, ik lust wel citroen. Ik vind dat lekker om er zo een beetje van te eten. Maar als je een ganse citroen in je mond propt, alsof er net een grote penis in je is klaargekomen. Niet dat ik daar ervaring van heb, man. Je snapt wat ik bedoel. Parapapapa, citroen met vel. I'm loving it. Sorry. Wat als hij geen Pool was, maar een Marokkaan? Heel vrienden van YouTube. Het is Yusuf hier weer en we gaan vandaag weer een beetje Modern Warfare 2 spelen. Wacht even, ik word even gebeld. Wat Yusuf? Ah, Ibrahim, zeg voilà. Wat bedoel je nu? Hoezo, je kan mijn huis niet binnen? Hoezo, deurbel is kapot, zeg voilà. Heb jij die kapot gemaakt? Ah, kom gewoon binnen, vriend. Nergens deurbel voor nodig. Je weet mijn huis toch wonen? Ah, zemmel. Voilà, sorry vrienden, was dat voor Ibrahim? Met Yusuf. Ah, Mehmet. Wel, Mehmet, vriend, ik heb niet tijd. Ik ben even een video aan het maken voor YouTube. Hoezo, kom pleintje? Je moeder is een pleintje. Ja, sorry, dat was vriend van mij. Ah, B.O. kan ik niet eens gewoon rustig een YouTube-video maken? Ik stop ermee, man. Ik ga thee drinken. Waarom heb je zo dikke neusgaten? Because bitches love it. Heb je ooit al eens iets gestolen? Wel, als ik eerlijk moet toegeven, ik heb ooit eens snoep uit de kruidvat gestolen. Ze hebben mij wel gepakt... En ik moest het terug afgeven en betalen. Het ging om zo'n stuk of 5 van die kleine Napoleon snoepjes. Het was zelfs nog niet zo lang geleden. Bel 1207 en vraag of ze een matchje FIFA tegen u willen spelen. Welkom bij 1207. Hey, Wille, met Guido. Goeiedag. Ja, goeiedag. Het is om te vragen of u eventjes een matchje FIFA tegen mij wilt spelen. Ja. Ja? Dank u voor uw oproep. Tot ziens. Nee, 1207 wilt geen FIFA met me spelen. Zing Bangarang van Skrillex zodat Shazam het herkent. Voor de mensen die niet weten wat Shazam is. Shazam is namelijk een app en als je een liedje laat afspelen, dan geeft de app u gewoon de titel van het liedje. Dus ik ga mijn best doen. Eventjes mijn stem opwarmen. Ja. Voilà, het is een goede stem. Bang your ankle! Bang your ankle! Nee, het herkent het niet. Dit waren alle Q&A-vragen voor deze video. Ik hoop dat jullie het fijn vonden. En nee, dit was geen belediging naar een Marokkaan of andere allochtonen of iets dergelijks. Ik hoop dat jullie er een beetje mee konden lachen. In ieder geval, als jullie deze video fijn vonden, laat dan zeker een vaste likeje achter hier beneden. En
deel het met al je vrienden, vriendinnen, bomma's, bompas, huisdieren en weet ik veel, als je er zin in hebt natuurlijk. Voordat je wegklikt heb ik nog een kleine mededeling, want voor de mensen die mij nog last minute zouden willen ontmoeten ofzo, ik ben deze zondag aanwezig op de Antwerp Convention. Ik zal hier morgen of overmorgen nog een video over maken met alle informatie erin, maar als je bijvoorbeeld alle informatie nu meteen wilt weten, Dennis heeft er al een video over gemaakt, dus die link zet ik gewoon in de beschrijving. Dus ja, als je mij wilt ontmoeten of gewoon vette dingen zien op de Antwerp Convention, it's the place to be. En ja mensen, dan zou ik zeggen, tot de volgende. Ciao. Oh fuck. Ah, die is er. Nog eens proberen. Hier viel ik niet op de grond. Wat is dit, man? Ik haat mijn leven.